Zaterdag speelde ANVJ in het wit bij AFC en het verloor met 2-0. In de laatste minuut van de wedstrijd loopt het helemaal uit de hand. Melvin Grootvaan gaat op een enkel staan van een AFC-speler en zijn broertje Lionel met nummer 99 gaat zich er dan ook mee bemoeien. De broertjes nemen het voor elkaar op en er worden her en der wat tikken uitgedeeld. Scheidsrechter Van den Merk geeft uiteindelijk 2 rode kaarten aan de broertjes Grootvaan, Melvin en Lionel. De KNVB zal komende week met een uitspraak komen. Een dag later won Roda 23 met 2-1 van koploper SCPB 22. Tot grote opluchting van de Bovenkerkers. Maar na afloop loopt het uit de hand. SCPB heeft moeite de nederlaag te accepteren en er ontstaan diverse opstootjes. De assistenttrainer van SCPB deelt rake klappen uit aan spelers van Roda, waarna het opstootje opnieuw tot leven komt. Scheidsrechter Lichtvoet geeft uiteindelijk 2 rode kaarten aan de begeleidingsstaf van SCPB 22. De verwachting is dat de KNVB nog deze week met forse straffen zal komen. Meer over deze wedstrijden en dan vooral het voetbal en andere wedstrijden ziet u dinsdag in de 8 van Amstelveen.